Ah! Hoi, mijn naam is Nick. Ik heb meegedaan met de slechtste chauffeur van Nederland. En nu ga ik online verder. Ik ga met leuke mensen langs de McDonald's. Dus ik zeg, blijf kijken! Godverdomme, hij is uit! Kijk dus nu! Jeetje, Mina! Omdat jij nu uiteindelijk waarschijnlijk wel 100 hebt aangetikt. Niet in mijn gezicht gooien. Nee. Ik krijg je van mij een taart? Ja, deze lus je wel... taart of niet? Kijk eens even, 100. Ja, ik lust wel een taart. Dit is echt een goeie. Ja, heb je de 100 aangetikt nu? Ik ben wel op dieet. Ja, ik ook eigenlijk. Godverdomme, dit is helemaal niet gezond. Nee? Ja, ik heb wel de 100 aangetikt. Ja? Ja, man. Ja, op een gegeven moment, ik zet hem even. Ja, ik zet hem even bij de andere 100 neer. Ja. Ja, ja, nee, ik heb wel de 100 aangetikt, toch? Ja, en wie was nummer 100? Ja, nee, ik ga geen naam noemen. Ga geen naam noemen? Wat heb je? Het was wel een pareltje. Ja, was het een mooie, echt, mooi grietje. Ja, en het leuke is nog, ze was nog van een ander tv-programma ook. Nee, het was dus iemand die we kenden eigenlijk. En je kan wel een klein hitje, maar ook programma zeggen. Iets. Tempa. Temptation. Oei, en van dit seizoen of... Nee, dat gaan we nu zeggen. Ja, ik weet al wie. Nee! Wie dan? Hoe heet ze, met wie je altijd bent? Evie. Nee? Evie, je hebt een relatie met Michael. Ja, nou, het kan allemaal in die wereld bij jullie. ik was toevallig in het Lakehouse en iedereen die pakt elkaar, volgens mij. Samen deze, samen spelen. Ja, en maar hoe was Ex on the Beach? Ja, Ex on the Beach was... ik had het niet zo erg verwacht dat het zoveel drama zou zijn, snap je? Ja. Maar... ja, het was echt wel top hoor. Ja, want het was, in het begin was het echt zo, iedereen was al voor jou, zeg maar. Dat wist ik ook. En daarna was het echt iets minder lof voor ja, Dusty eigenlijk een beetje. Dan kwam dat ik Sander ging snitchen. Ja. Maar ik mag die gozer, tenminste ik mocht die gozer niet. Nu heb ik gewoon een normale band met hem. Maar ja, weet je wat het ding is, als je dan in die villa bent, dan word je ook hier en daar een beetje opgestookt. Ja, dat en niet, lijkt me ook niet wel. Door de andere mensen, maar wel je wordt gewoon geprikkeld door de productie natuurlijk, snap je? Maar ze gaan niet zeggen, je moet dat en dat zeggen, dat gaan ze niet doen, zo zijn ze niet, omdat niks is ook gespeeld. Alleen ze gaan wel een beetje prikkelen van, hé, hey, zou je dat niet even moeten vertellen ofzo, snap je? Ja? En dan heb je aan mij de maar dat ook wel, ja, inderdaad, mij. Ik heb ook wel, dan denk ik toch ook dat je grappig bent, eerlijk. Omdat je denkt, maar ja. Oh, oké, is goed dat productie dat zegt. Ja, dan is het wel leuk. Dan zal het wel leuk zijn. Maar dat was op dat moment vond ik het ook wel leuk. Ik had wel daarna moeten zeggen direct tegen hem, ja, heb ik gezegd. Toen ging ik wel ontkennen. Dat vond ik ook pushy van mezelf. Ja. Maar dat had ik wel even moeten inderdaad. Ja, maar ja, op dat moment weet je ook niet waar je moet doen, denk ik. Maar ik was nog knijterlam. Wist je ook niet echt van tevoren met wie je allemaal daarheen ging? Nee man, echt niks. Ook niet, zit je ook niet in het vliegtuig dat je daarheen gaat, dat je denkt van, oh, daar zit Leslie bijvoorbeeld, dat je dacht van, nou, ja, dat zou... Achteraf, ik zat dus in het vliegtuig en het was allemaal heel geheimzinnig in het vliegtuig voor mij. Ja? Dus ik dacht, hey, what the fuck, ouwe, waarom ik mag niet eens... En uiteindelijk bleek dus achteraf dat ik in hetzelfde vliegtuig zat als Danny. Danny zat voorin en ik zat achterin. Oh, dus en was, zit er al iemand van de productie ook naast je of zo dan? Ja, ik vlog helemaal productie, Danny ook. En dat me echt grappig om mee te maken een keer, man. En toevallig tussenin zat de cameraploeg. Dus toen zeiden ze elke keer ja, de meisje met die ik vloog. Zegt ja, je moet een beetje rustig blijven, want de cameraploeg mag je nog niet zien. Achteraf bleek dat dus gewoon Danny te zijn. Oh, what the fuck, man. Ik vind het lijkt me echt leuk om echt zoiets zo mee te maken. Ja, het ding is, je gaat er zeg maar heen. Ja. En dan, tenminste dat ik een beetje ging lopen en dat ik op een gegeven moment dacht van, nu kan ik dus zeg maar nog rustig lopen. Ja. Maar straks op straat is dat gewoon... Zo dat iedereen jou kent bedoel je? Ja. Ja. En dat is echt gebleken overal waar ik ben, dat is echt niet normaal. Wow. Want je hebt ook een eigen merk nu, soort van. Ja, Dusty Cream. Ah, oh, jammer dat ik niet bij me ben. Ja, godverdomme, ik wou ook Dusty Cream. Nee, maar wat is dat eigenlijk? Het is zonnebrandolie is het. Ja? Dus tanningolie. Dus er zit geen factor in. Voor de mensen, er zit geen factor in. Smeer er altijd een goede factor onder, want dat is belangrijk. Maar dat is dus gewoon tanningolie wat je dus op kan smeren. En daar word je dus ook echt een stuk bruiner van. Een stuk bruin, een soort van bruiningsspray. Bruiningscreme, ja, inderdaad. Oké. Okay. Dus dit is sowieso goed. Je kan het ook onder de zonnebank en zo gewoon doen. Maar je kan er beter gewoon iets meer in, want het is echt een goed product. En, dus ja, ik heb liever dat mensen het kopen omdat ze het goed vinden, dan dat ze het kopen omdat het goedkoop is, snap je? Ja, ik dacht eerst ook van, misschien is het gewoon een prutje, ja, maar... Nee, ja, dus die cream is natuurlijk wel een beetje onofficieel begonnen. Dat is natuurlijk allemaal een beetje door de villa heen gespoten. Ja, want je hebt wel echt wel veel chickies geneukt daar. Ja, ik zeg het ook fucking grof. Ik heb niet stilgezet. Nee. En, maar ook gewoon iedere keer, jullie pakten elkaar, is dat niet Pieter eerst iemand anders loopt te blaffen en dan vervolgens dat je mattie Keanu nou ja, weer. Laten we dat voor opstellen, ik heb geen chickie gebeft, behalve Sam dan. Zegt die gewoon. Ja, geen chickie gebeft.
Ja, snap je? Ik bef sowieso echt niet snel. Nee, je hebt geen beffer. Ik ben geen likker. Ik lijk niet op. Mijn hond die stond niet weg, jongen. Lassie, hij is geen Lassie. Maar Sam die mocht die keer die werd al gelinkt. Die heeft de full experience gehad, inderdaad. Maar, heb je nog contact met Sam? Ik heb geen contact met Sam meer. Nee? Ik heb ook, en dat is wel leuk, want vorige keer tegen jou zei ze van, hij heeft het niet goed afgesloten met mij. Maar ik heb gewoon rustig tegen haar gezegd, Sam, het is niet goed als ik tegen jou blijf praten, want je blijft verliefd, snap je? Het is nog steeds eigenlijk een klein idee. Ze was toen nog zeker wel verliefd en dat is ook helemaal niet erg. En ik heb daar ook altijd gewoon, daarom heb ik haar nooit... Het is ook helemaal niet erg, zegt hij. Nee, maar ik bedoel, ik heb haar nooit slecht behandeld of zo, snap je? Ik ben gewoon altijd oprecht en eerlijk tegen haar geweest, meer kon ik ook niet doen. Dat is wel vaak eerlijk, ja. Als ik meisje niet leuk vind op dat gebied, dan kan ik niet dingen gaan tegen haar zeggen die ik niet waar maak, snap je? Ik heb altijd gezegd, Sam... we kijken wel in Nederland, maar in de villa ben ik erachter gekomen dat ik in Nederland ook niet ga kijken, snap je? Nee, maar ik dacht ook iedere keer, Sam, doe niet zo dom, dacht ik. Dat dacht ik echt, maar hij is gewoon zielig. Ze is gewoon zielig. Voor mij ja, dat ik geen rust had. Nee, ja, nou, rot op. Ook met dat stukje dat dit op het einde dat jij nog klappen kreeg. Met, weet ik veel, een houtgreep door... Nee, ik gooide hem in een houtgreep. Ja, ik ging nog eens iedere keer terugspoelen. Altijd als er gepochten werd, het spook altijd 100 keer terug. Hè. Dat vind ik echt mooi. Ja, Dave gaat die hele ring doorgeslagen worden bij Boxing Influencers. Ja, ga je hem echt aanpakken? Hij daagt mij uit, toch? Ja. Maar ik ga Davy wel een pak slagen geven. Ja, je gaat goed trainen en dan... Hij heeft gewoon zo'n grote mond. Ja, een grote bek. Zoals, je had ook een eindfeest nummer Journey. En dat vond ik, jij was toch ook meegaan naar het ziekenhuis met... Ja, tuurlijk. Dat vond ik wel lief. Ik zei, ah, dat is wel aardig, Dusty. Mm. Hoe was dat daar? Was het leuk, dat eindfeest met Journey? Ja, het was gezellig. Nou, je voelde gewoon onderlinge spanning. En dat was dan vooral tussen Shani en Leslie, snap je? Kijk, het ding is, ik kan me ook gewoon gedragen, weet je, als ik op een feestje ben. En bijvoorbeeld als ik met Sander ben of met Davy. En misschien lig ik hun dan niet goed en andersom. Maar ik ben wel gewoon, ik doe wel gewoon normaal, snap je? Ik heb ook een spelletje meegenomen. Uh-oh. Namelijk, kijk deze dus, team. Ik heb vragen. En deze keer heb ik de vragen niet zelf bedacht, want ik heb zo'n app daarvoor nu. Oh ja? Ja. Kijk. Dus groen en rood. Groen en rood. Dus als je iets hebt gedaan... Rood dan... is voor Imke, want het past bij Nee. Heb je nog wel eens contact met haar, met Imke? Ja, ik moet zeggen, ik heb wel altijd echt een hele leuke band met haar gehad. Ze is echt een topper. En ik ga ook geen slecht woord over haar zeggen, ondanks dat het wel eens een drama queen kan zijn. Maar ik heb gewoon een zwak voor haar, snap je? En dat geef ik ook weer toe. Maar nu is ons contact gewoon minder, omdat zij is haar kant opgegaan en ik mijn kant. Maar, heb je nog wel eens seks gehad in Nederland? Ja, dat wel. Ja, ook met Keanu toch? Tegelijk. Ja, ik, Imke, Keanu en een vriendin van Imke. Ja, maar zijn die... What the fuck? Ja. Is het niet raar dat je dan tegenover Keanu staat en je op de hele zo van... Hey! Nee, want hij was in een andere kamer bezig. Oh. En toen was ik die vriendin van Imke aan het doen. En toen op een gegeven moment... kwam Imke al binnen 2 minuten terug van ja, wissel. En daarna heb ik met Imke al. Nee, maar ik hoorde het er ook zo zeggen. Jaloers, dat ze zo binnenkomt wisselen. Kan je wisselen? Ja, hoe zei je zo praat? Het is, ja, maar je hebt wel de betere foto gekozen, want die andere zag er echt niet uit, hè. Maar jij bent ook niet heel afgetreden. Wel hier met de schouders, maar. Nee, maar luister. We hebben ook wel een buikje, hoor. Dus nee, maar luister, maar... Nee. Ik ga je nu foto's laten zien. Okay. Ik was echt shredded, hè. Nou gaan ze schrikken. Luister, ik was echt shredded, hè. Geleden, maar kijk. Oh ja, dat is wel beter. Zie je, kijk eens even, dames en heren, hoe ik was. Zie je het of niet? Godverdomme, dan moet je weer even zitten. Bam! Bam! Nee, maar je moet echt weer gebeten. Je moet echt goed trainen voor die Davy. Ik ben sowieso aan het trainen. Ja, hallo, dit is nu... Ja, ik ga niet... Daarom heb ik even een beetje iets grotere trui aan. Die leier. Ik heb nog nooit seks gehad in een auto terwijl deze in beweging was. Seks niet, maar ik ben wel gepijpt in de auto. Maar dus moet ik... Zat die ree? Moet ik rood doen. Zat die ree? Ja, gewoon tijdens de auto rijden. En toen was er zelfs een pijp. Toen zei ik, ja, er komt een auto langs. Ja, boeien ze te geld. Ging ze gewoon door. Nee! Ja. Godverdomme, kijkt iemand naar binnen. Ik heb nog nooit in een badkuip gemasturbeerd. Ja, niet in een badkuip, denk ik. Jawel, maat. Ja? Toen zat alleen mijn ex voor me op de knietjes. Ah! Jezus, Dusty. Godverdomme. Jullie zijn echt gek, man. Allemaal. Stuk voor stuk. Ik heb nog nooit in een gevangenis gezeten. Jawel. Ja? Ja, ja. Wat dan? Ja, ik had iemands hart gestolen. Ah! Ik denk, je hebt echt iemand. Nee, wel. Ik heb wel een paar keer vastgezeten. Niet vast, nee? Maar gewoon een nachtje blijven slapen. En gewoon een nachtje. Ik heb nog nooit ergens gegeten zonder te betalen. Dat je zeg maar ging eten en dan gewoon weglopen. Nee, heb ik nog nooit gedaan. Nee? Nee, ik heb wel weggelopen dat ik zei, ja boys, jullie betalen maar ik zie die tikje wel. Ja. Maar het is niet dat ik weg ga lopen en niet ga betalen. Ik heb nog nooit een hoer geneukt. Ja, sowieso wel!
als jij zo lang daar al, zo lang. Ja, maar kijk, weet je wat het ding is? Dat is ook gewoon een keertje, ik vind dat iedereen dat een keer meegemaakt moet hebben toch? Om een keertje dat, dat mee te maken echt in je leven. Is het niet raar, dat ga je daar naar binnen? Ja, maar er is niks speciaals aan. Er is echt niks. Nee? Toevallig was het nog eens dat ik zeg maar in Amsterdam ga en ik zou dat zelf nooit doen. Toen zei een vriend van mij, ja, ik kon even naar de bal even chillen. Ik zei, ja, is goed, ik ben nog nooit geweest, weet je wel. Dus ik daarheen gegaan en op een gegeven moment, toen zegt hij van ja, ik ga hier naar binnen. Ik zei, ja, maar maat, ga eens hier, heb je 50 euro, ga zoek maar uit. Dus toen dacht ik, ja, nou ja, okay, ja, is goed. Dan kun je het ook wel een keer proberen, toch? Okay, maar is niet raar. Nee, is niet raar. Die heb ik trouwens ook niet meegeteld als plusje. Hoor. Nee, oh, die staat niet op het lijstje. Die staat niet op het lijstje, nee. Maar ook als je seks hebt met mensen bij Ex on the Beach, is dat met of zonder condoom? Ja, dat kan je voor jezelf invullen, toch? Ja, tuurlijk, sowieso zonder. Maar krijg je, als je dan geen, want ik weet dat ze bij Love Island, als ze daar doen, dan krijg je boete. Zonder condoom? Ja. Mensen kunnen ook gewoon zwanger worden daar bij Ex on the Beach. Maar hebben jullie niet na zo'n programma ook SOA's of zo opgelopen? Nee, ik heb geen SOA gehad tenminste. Geen test gedaan? Jawel, dat, maar ik heb geen SOA gehad. Okay, ik heb wel eens een SOA gehad. Ja, welke? Ja, chlamydia. Oh ja. Chlamydia! Kut is die. Nou, dit waren de vragen eigenlijk al, Dusty. Het was wel heftig hoor, dit seizoen. Ja, ik weet niet. Kijk, wij zijn er zelf geweest natuurlijk, dus ja. Misschien is dat, denk je dat het niet zo heftig is. Dat is gewoon normaal, toch? Ja, rot op. Ik dacht echt, de eerste ruzie tot de laatste, dacht ik van, what the fuck, dit is best heftig. Ja. En de twee, maar het bleef elke aflevering, kwam er gewoon bijna gevecht en seks en drama. Alles zat erop. Alles in elke erop. Aflevering, ja. En een kwartet. Ja, what the fuck? En ook nog overleggen en zo. Ja, dus, maar weet je, het hele ding is van die kwartet, dat vind ik eigenlijk. Want Leslie en Imke die zeiden dus van ja, nou ja. Oh nee, Imke vooral. Die zeiden van ja, nee, ja, ik wil het eigenlijk niet doen, dit en dat. Alleen, we gaan het doen, hè? Zegt ze zo. Dat is het Belgische. Ja, maar ze zijn altijd grappig. En op een gegeven moment zegt ze ja, maar ik ben zo bang, want ik wil nog juf worden. En dan als ze boven de lakens seks, dit en dat. Ik zeg, luister. Ten eerste, je wordt toch geen juf meer. Ja, maar ik zeg ten eerste, hoe meer je boven de laken sekst, hoe minder het uitgezonden gaat worden. Want, ja, want dat is echt zo, maat. Alles wat wij hebben echt boven die dek met, jongen, dat was gewoon... Ja, Kim Holland is er niet. Maar is dat niet raar? Want je weet toch dat allemaal mensen lopen te kijken eigenlijk? De enige die kijkt is de cameraman die hele scène geeft. Dat is niet normaal. Die heeft gewoon een leuke dag gehad. Dat is niet raar. Maar ja, nee, weet je wat voor mij was? Kijk, ik wist gewoon dat ik een beetje dat programma kennen. Kijk, MTV gaat geen naakbeelden uitzenden, snap je? Dus ik wist al, als ik boven dat dekbed seks ga hebben... Ja, ik vond sommige beelden best heftig. Jij niet? Ja. Ik sta met een blote hol. Luister, er was nog veel meer. Wij gingen, daarna gingen we door in de badkamer. Ja. Ja, want ik heb ook verhalen van Shirley gewoon zo tuf. Ja. Nee, Shirley, ja. Ja, Shirley die ging ook in bad en zo, maar dat heb ik ook niet helemaal voor. Nee, want haar haar is in de fik gevlogen. Ja, inderdaad. Nee, maar we hadden eerst die kwartet. Toen gingen we dus naar de douche toe. Hadden we daar weer, stond ik een beetje tegen de muur. En toen, maar daarna... Ja, niet goed deze mensen. Ja, maar daarna moest ik dus naar mijn eigen kamer met Imke. Toen renden we allebei naakt door het huis heen. Maar dat zag je dus ook wel. Maar dus de helft is allemaal niet eens uit. Dus misschien maar beter over. Ja. Maar het is allemaal, het is een heel klein beetje uitgezonden. Maar aan de ene kant beter, want zijn er al mensen echt te spreken over die beelden en zo. Maar ben je niet echt bang dat je dan nu, als je werkt later, of over een jaar, weet ik veel... Nou, als je echt niet in de show en zo dan zou willen doen. Maar als dat werk mij beoordeelt op dit soort gebeurtenissen, dan hoort dat werk gewoon niet bij mij, snap je? Ja, wat werk wil je doen dan? Ja, nee, maar... Escort in. Nee. Ja, je kan van alles doen, toch? Maar ik bedoel, als mijn werkgever dit zo'n ervaring gaat beoordelen, dat is helemaal prima. Dat maakt me ook helemaal niet uit. Ja, ik heb je wel gelijk. Maar als... Gewoon één keer in je leven dat je zoiets meemaakt. Ja, maar als hij me daar beoordeelt, dan hoort dat werk gewoon niet bij mij. En dan is dat gewoon niet de baan die ik nodig heb, snap je? Nou, want je had ook gezegd dat je wel eens wijven pakt in je hotel. Ja, dat is dus het hele Dusty Cream verhaal. Dus, maar heb je daar geen gezeik mee gehad met je werk, laat? Ja, maar dat hotel waar ik dus alleen wat gedaan heb, is dat hotel waar ik dus eerst werkte. Oh, je hebt twee hotellen gewerkt. Oh. Ik werk nu in een ander hotel. Okay. Ik ga helemaal stuk op deze mensen. Ja, ik ben gewoon zo flabbergast dat jullie allemaal zo scheiten aan hebben. Ik zou echt denken... Scheit eraan, ja. Dan zit hij in het verkeerde gaatje. Ja, oh. Maar ik zat dan met slechts chauffeur, dan was ik al bang als ik godverdomme zei. Hè. Godverdomme. Daar lette ik al op. En dan dacht ik van oké. Okay. Als ik zit, je moet geen godverdomme of kut op tering zeggen, want ik was bang voor mijn baan. Ja. Als ik dan naar dit kijk, denk ik van oké, nee, fuck it. Volgende keer als ik ergens aan meedoe, dan heb ik ook schijt. Ja, maar als je eigenlijk kijkt naar wat ik allemaal hieruit heb gehaald, nou, ik zit de bies, dat is niet normaal gek. Nee, ja.
heb zelfs mijn eigen baan nu opgezegd, omdat ik het gewoon veel te druk heb met alle dingen eromheen nu. Nou, verdien je er ook echt geld mee nu dan? Ja, maar zeker weten. Ja? Ja. Dat is toch chill eigenlijk? Heb je, dat, die leven is toch echt chill? Dat wil eigenlijk... Je hebt een leuk leven en je verdient er nog geld mee, dus ja, je kan dat leuke leven dat. Gewoon dat voortzetten. Dat is echt grappig. En als je nou echt zou moeten kiezen, wie is het beste in bed? Van Leslie, Imke en Sam. Ja, van Leslie, Imke of Sam. Ik ga deze antwoord niet bevragen. Waarom nu? Nee. Bevragen, beantwoord, jongen, Oele. Dat zei ik toch ook in de villa, precies. Oh, deze zin zei ik in de villa. Oh, ik weet het niet meer. Maar, wie zou je doen? Ja, kijk, weet je wat het ding is? Ik hou gewoon van lekkere billen, snap je? Imke heeft lekkere billen. Sam is gewoon, ja, klein en schattig, daar hou ik ook wel van. En Leslie is gewoon, ja, die auto gewoon van, snap je? Dus eigenlijk moeten we dan een combi maken met het billen van Imke. Ja, met de kleinheid van Sam. Kleinheid van Sam. En de geile, praatje van Leslie. Geile praatje van Leslie. Ja. En daar heb je echt een topper. Dan heb je de beschrijvende vriendin van Dusty. Die kan daar, die kan heel Dusty Cribo geven. Nee, grappig. Abonnement. Abonnement, zegt hij. En zou je nu nog een keer, ooit een keer mee willen doen met zo'n programma? Ja, zeker weten. Ja? Ik heb sowieso geïnkt op All Stars. Dat zou ik sowieso nog. Ja? Dus dat is sowieso wel... All Stars is maar echt leuk, lijkt me. Echt, echt dat is gewoon... Maar dan ben je ook zeg maar gewoon met de toppers, snap je? Dan maar weet dan je ook, gewoon, ook echt op. Oh yes, maar dan weet je ook gewoon dat het helemaal knallen gaat, snap je? Maar wie zou je dan erbij willen hebben? Met de All-Stars? Echt van als je alle seizoenen echt een paar toppers erbij wil hebben? Van die jongens zou ik zo Dennis fixen. Ja. Kijk, weet je wat het ding is? All-Stars seizoen 5 is al geweest. Dus dan zou ik vanaf het afgelopen seizoen en dit seizoen kijken. Ik zou sowieso Keanu en Dennis dan erbij willen hebben. Want ja, Dennis is gewoon, is ook gewoon echt mijn mattie. Ja. Van de meiden zou ik sowieso Leslie erbij. Ja, Leslie ontbreekt natuurlijk niet. Grappig. Wie hebben we nog meer van vorig seizoen? Olivia. Maar ja, dat gaat natuurlijk weer niet goed met Dennis dan. Nee, maar ja, dat is ook wel leuk. Dat is ook wel weer leuk, ja. Maar ja, misschien dat Olivia ook alweer te veel naar Dennis gaat. Dus nee, dat moet hij niet doen. Ja, precies. Eén van die twee. Dat zie je. Dit was ook wel weer een leuk verhaal. Sam is wel inderdaad soms een meeloper. Want toen zaten dus bijvoorbeeld in de villa, weet je wel, en had Stash had ruzie met Leslie. En op een gegeven moment kom ik beneden en zitten ze allemaal met eieren in de hand. Dus Stash had met eieren in de hand. Ja, Stash en Sam. Dus ik zeg Sam, ik zeg, wat heb je in je hand? Ja, eieren. Ik zeg ja, dus? Ja, ik zeg, ga je die gooien op Leslie omdat Stash ruzie met haar hebt? Ja? Ik zeg hier met die eieren, nerd. Ga ze echt eieren gooien op Leslie? Ja, dus ik zeg hier nerd met die eieren. Dus ik pak die eieren. Uiteindelijk komt Leslie aangelopen. Dus Shani en Stash gingen gooien, gooien ze allemaal mis. Nee, hebben ze echt gedaan. Allemaal misgegooid. Ah, ik vind dat wel zielig voor Leslie, man. Zij wordt iedere keer wordt ze gepakt. Ja, maar dat vond ik ook aan de ene kant echt zielig. Want Shani durft alleen maar tegen Leslie en Imke. Ja. Want Journey maakte haar zelfs Shani zelfs belachelijk soms aan de tafel. Ja. En toen zei Shani niet eens wat. Nee, ik denk niet. Ik zou ook echt niks durven tegen Journey, man. Als je ziet zo... Journey Verhoeven. Die slaat je zo op je bek, man. Iemand meegenomen, een soort van. Namelijk, toch wel. De Tablet of Friet. Kijk. En dan moet je hem even voorlezen. Hi Dusty, ik hoop dat je het leuk vond. Speel nu het afsluitenspel, het krokodillenspel. Ja, goed dan maar. Ja, en dat is het krokodillenspel, dat is als afsluiter. Oh, en degene wie hem... Iedereen is mond stoppen. Degene wie hem, dat hij naar beneden gaat, die moet als afsluiter een shortje nemen. Is de mond van Imke. Imke! Allee! Allee, wat doe jij nou? En ik doe ook mee, alleen ik haat echt alcohol en shots, maar ik doe het ook. Ik ook. Oké, jij mag beginnen. Je moet het gelijk doen. Nee! Godverdomme! Oké, nou, Atze, proost! Uppa, wat is dat voor kindershot? Ja. Prima, heb je hem nieuw gekregen? Jongens, jullie moeten Dusty allemaal gaan volgen op Instagram. Ik zet het hier onder neer. En dames en heren, jullie moeten ook niet vergeten om Nick lekker te gaan volgen en vooral te abonneren. Want dat is ook belangrijk. Tot de volgende keer! Hey! Bye.